Vandaag gaat het echt een hele zoetsappige video worden. In ieder geval, dat hoop ik. Want ik kan echt zieke rewards krijgen. Maar dan moet ik wel goed spelen. En dat gaat best lastig worden, goed spelen. Want dat heeft een reden. Want we gaan namelijk spelen met een random knokker. In een random game mode. En dan moet ik ook nog een random challenge doen. Met die knokker in die random game mode. Maar als we dan winnen, kunnen we zieke rewards openen. Want ik zit momenteel op mijn tweede account. Dat is dan wel net zo leuk. Want dan kan je ook nog daadwerkelijk sterkrachten en eventueel de nieuwe knokker search krijgen. Maar wat we gaan doen, als ik het eerste potje win met de challenge en de random knokker, dan mag ik de Brawl Pass activeren. Plus 7 drempels ga ik dan doen. Ja, 10 heb ik niet. Ik heb wel 7 drempels. In ieder geval die van 249 ga ik dan kopen. Dan mag ik nog niks openen van de rewards. Maar dan het volgende potje wat ik al, mag ik 5 items openen op, zeg maar, op hier, op de Brawl Pass. En daarna mag ik weer 5 items openen als ik dan weer een potje win. Met andere woorden, stel we winnen 4 of 5 potjes, dan mag ik vet veel rewards openen hier op de Brawl Pass. Dus het kan heel lijp worden. En ik hoop ook echt dat we zieke dingen gaan krijgen. Maar daar gaan we achter komen. Daarvoor moet ik gewoon goed gaan spelen. En moeten we gewoon potjes gaan winnen. Maar als jullie zin hebben in deze video, smash dat duimpje omhoog. 10.000 likes. Het zou heel nice zijn als dat gaat lukken. En vergeet natuurlijk niet te abonneren. En op dat belletje te drukken. Blijf je op de hoogte van al mijn Brawl Stars video's. Maar ik pak het rat erbij. Of meerdere ratten. Kijk, we hebben hier een knokkenrat, game mode rat en challenge rat. En die moet ik allemaal spinnen. En dan vervolgens moet ik dan een game mode met de knokker en de challenge doen. Dat gaat echt bizar moeilijk worden. We beginnen met El Primo. Wat sowieso niet de makkelijkste knokker is. Maar we gaan even kijken welke game mode. Dan hoop ik knokbal. Als het solo is, dan is het hele overval. Ja, kan er ook nog wel mee door. Nou, overval met El Primo. Welke challenge krijg ik? En nu wordt het echt spannend. Wat voor challenge moet ik doen met El Primo in overval? No attacking brawlers with higher rarity. Nee! Nee! Hoe zeldzaam is El Primo? El Primo is gewoon zeldzaam. Dan mag ik alleen maar trofeeënpadknokkers aanvallen. Of ik mag alleen trofeeënpadknokkers of zeldzame knokkers. En dat zijn er heel weinig. Ik zal het even op zeldzaamheid neerzetten. Zeldzaamheid hier zo. Kijk, dus ik mag Poco, Barley, Tick en Bo. Al deze knokkers hierboven staan, die mag ik aanvallen. En Rosa. Maar vanaf dit mag ik niks aanvallen. Nee. Oké, nou dan hoop ik dat ik hele noob tegenstanders kom met alleen maar zeldzame of trofeeënpadknokkers. Dat zou nice zijn. We gaan erachter komen. Ik ga nu lekker spelen. En hopelijk gaat het goed komen. Oh, dit is meteen al een ziek lastige challenge. Anders moet ik gewoon alleen maar damage doen op de kluis. Carl mag ik niet aanvallen. El Primo mag ik wel. De enige knokker die ik mag aanvallen is El Primo. Want Max mag ik ook niet. En Carl die is super zeldzaam. Die is net wat zeldzamer. Maar, daar is de Max. Hij loopt gewoon langs me heen. Ja, ik mocht hem niet aanvallen, maar hij mocht mij wel aanvallen. Maar ik ga gewoon lekker hierheen. En dan gaan we gewoon lekker wat damage doen. Dat is echt heel raar. Oké, die Carol mag ik dus niet aanvallen. Ik hoop dat mijn teammates een beetje kunnen verdedigen. Geen idee wat hij daar aan het doen zou. Oké, daar is eindelijk een El Primo dood. Ik ga ondertussen hier even wat... Ja, oké. Die Carol, geen idee wat hij deed. Ik mag trouwens El Primo wel aanvallen. Dus dan ga ik dat ook daadwerkelijk eventjes doen. Kan ik hopelijk mijn super laden. En dat doe ik nu ook. Dus dat is ook chill. Carl! Yo, mijn teammates zijn zo noob. Dat is echt niet normaal. Ik zal hier even mijn super inzetten. En dan hier weer wat hits. Ja, top. En dus op die El Primo mag ik wel damage doen. Maar ik ga nu dood. Oké, maar ik heb wel wat damage gedaan. En we staan gewoon voor. Maar dit is wel echt moeilijk, man. Want ik mag die andere dus gewoon niet aanvallen. Oké, El Primo dus wel. El Primo gaan we dus weer even aanvallen. Come on. Ja, top. En dan heb ik nu weer mijn super. Dus dan kan ik zo meteen met mijn super op hun kluis springen. Dan ga ik dat nu ook eventjes doen. Hier, boom. En dan kunnen we meteen die El Primo misschien killen. Ik zal even weggooien. En nou, dat was niet heel slim. Maar ik heb wel iets damage gedaan. Maar mijn teammates, die pakken er helemaal niks van. Die Poco, hoezo ga je Poco zijn in overval? Dat is veruit de allerslechtste knokker. Nou ja, is niet anders. Er komt zo meteen de Max aan. Die mag niet aanvallen. El Primo wel. Ik ga El Primo aanvallen. Misschien... Oh, dat was niet helemaal de bedoeling. Oké, dit is een beetje balen, want ik mag ze niet aanvallen. 18% nog. Oh, dit is zo moeilijk. Dit is zo moeilijk. Ja, yo, mijn teammates ook. Wat is dit? Dit is echt heel bizar. Oké, maar ik moet nu eigenlijk even zorgen dat ik een push ga doen, zodat we een kluis gaan neerhalen. Ja, ik ga die El Primo proberen te verdedigen. Oké, ondertussen wordt het wel iets gevaarlijker hier.
Maar dat was wel chill dat die El Primo daar even zijn super verspeelde. Kijk, nice, dan kan ik nu eindelijk wat damage doen. Even snel hits, 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 hits. Oké, wel iets hits gedaan. Nog 15 seconden. Kom op, teammates. Kom op. En, oeh, ietsjes damage. 16%. Dit is nog niet voldoende. Die Poco, die gaat dan gewoon verdedigen in plaats dat hij gaat aanvallen. Ik kan hier die El Primo even proberen te killen. En dan nu een super. Ja, 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 ja. We gaan gewoon nog winnen. We hebben gewoon nog gewonnen. Ah, yo. Oh, dit was echt het meest bizarre potje ooit. Alleen maar El Primo aanvallen. En dan nog vervolgens winnen ook. Oké, dit is echt heel bizar. Maar dat is wel nice, want dat betekent dat we nu de Brawl Pass mogen gaan kopen. Heb ik nog wel wat edelstenen nodig, dus dan gaan we dat eerst even doen. Dan koop ik hem meteen weer 360. Ja, wel een beetje zonde, maar ja, weet je, dan hebben we wel gewoon lekker een dikke Brawl Pass. En dat is natuurlijk wel nice. En dan mag ik dus nu nog geen rewards openen. De eerste win was gewoon de Brawl Pass kopen. En daarna mogen we dus ook nog items gaan kopen. Maar dan moet ik eerst nog een potje winnen. Met random knokker in een random game mode. Jullie weten het concept. Maar dit is wel nice. Al deze rewards staan dus nu klaar om geopend te worden. En op het moment dat we dus een potje winnen, kan ik die Brock skin, de megadoos, dan kunnen we gewoon 5 items openen. En van elke versie daarna mogen we ook weer 5 items openen. Maar we gaan nu een nieuwe game mode doen. Met een nieuwe knokker en een nieuwe challenge. En hopelijk gaan we deze weer winnen. Dat zou nice zijn. We gaan nu... Nee, ik doe niet 2 keer dezelfde achter elkaar. Dat heb ik trouwens wel redelijk vaak het idee. Dat als je 1 keer iets spint, dat je daarna, dat de kans ook groot is dat je dat nog een keer spint. Maar we krijgen nu edelstenen graai. Welke knokker moet ik gebruiken in edelstenen graai? Wie gaat het worden? Dit is wel heel iemand anders. Dit is Colt. Colt in edelstenen graai. Dat is tot nu toe prima. Colt vind ik een chille knokker. Dan hoop ik dat de challenge een beetje meevalt. Dat zou dan chill zijn. Can only attack with full ammo. Oeh, dus ik mag alleen maar aanvallen als ik volledige ammo heb. Ik zal trouwens eerst even Colt selecteren. Ja. Maar het chillen wel is dat ik een gadget heb waardoor ik meteen 2 munitie erbij krijg. Dus dan kan ik eventueel wat snellere ammo erbij krijgen. Maar dit is wel heel frustrerend, want met Colt is het juist chill om de hele tijd achter elkaar te blijven schieten. Maar dat kan dus niet. Dus ik moet schieten, wachten. Schieten, wachten. Nou oké, ik hoop dat mijn teammates een beetje goed zijn. Maar we gaan erachter komen. Wat natuurlijk wel een groot voordeel is, is dat ik natuurlijk gewoon sterke kracht heb. En die hebben natuurlijk mijn tegenstanders niet. Hier weer even een hit. Top. Weer even wachten. En dan kunnen we nu... Ah, die had mijn... Ik had wel eigenlijk verwacht dat mijn teammate die zou killen. Zit die Shelly daar nog? Ja, die zit er inderdaad. Weer eventjes wachten. Je moet zo rustig spelen. Ik ga... Zal ik mijn super inzetten? Ik zet mijn super... Ja, ik wil eigenlijk die daar weg hebben. Ja, top. Lol. Doei, Rosa. Doei. Oké, die moeten we even nu dood zien te krijgen. Moet even wachten en nu mag ik weer schieten. Oh, die Poco is wel irritant. Wat doet mijn teammate? Er zat gewoon eentje de hele tijd in de hoek. Die deed helemaal niks. Maar die Poco... Oh, nee man. Ik ga nu denk ik dood. Ja, inderdaad. Oh, dit is echt bizar. Maar die teammates van mij ook. Dit is echt niet te doen. Oké, okay, maar we proberen ons best. Ik mag nu weer schieten. Ja, ik mag nu weer schieten. Die Poco, die moeten we hebben. Maar ik vind het zo irritant. Oké, weet je wat? Ik ga nu zo meteen op die Poco. En dan ga ik gewoon mijn gadget gebruiken. En dan nog een keer schieten. En, ah shit, oké. Nu kan ik... Ja, nee. Ze kunnen nu al aftellen. Ik kan niks in mijn eentje. En mijn teammates doen ook helemaal niks. Dus dat is een beetje frustrerend. Die Shelly. Ik kan nu wel weer schieten. Waar zit die Poco? Die zit daar zo. Denk ik. Oh nee, die zit daar boven. Ik kan nu... Ah nee, hij gaat net weg. Oké, nou ja. Hopeloos verloren. Hopeloos verloren. Dit is nog helemaal nergens op. Oké, maar ik geef de moeite nog niet op. We gaan gewoon nog meer challenges doen. We gaan nog veel meer doen. Dus we kunnen alsnog de rewards natuurlijk zo meteen openen. Hopelijk gaat het volgende keer wat beter. Als ik nou de hele tijd achter elkaar door mocht schieten, had ik een veel grotere kans gehad om te winnen. Het wordt nu premie. Oké, ja, wel leuk. Dat is wel weer even een nieuwe game mode. Welke knokker gaan we krijgen in premie? Let's go. Laat het even een goeie zijn. Rico of Penny gaat die eindigen, denk ik. Rico. Rico, prima. Vind ik goed genoeg. In sommige premium maps kan dat best wel nog wat chill zijn, Rico. Maar dan hoop ik wel dat de challenge een beetje mee zit. Oh, kom op. Kom op, kom op, kom op. No normal attack when you have your super. Dus op het moment dat ik mijn super heb, moet ik hem inzetten. En daarna mag ik weer gewoon attacken. Dat is in principe nog niet eens zo'n heel verkeerde. Want die super van Rico is toch eigenlijk best wel chill. Dus ik ben er eigenlijk ook gewoon nog wel blij mee ook nog. Welke map is er?
Ja, op zich kan er wel mee door. Deze moeten we even gaan winnen. Deze moeten we gaan winnen. En ik heb zo'n idee dat dat ook wel gaat lukken. Maar dan moet dat wel even gebeuren. Wie, El Primo als tegenstanders. Rose en Daryl als medespelers. Ja, voor mijn medespelers moet ik het niet hebben. Maar ja, dat wisten we al. Maar kijk, oké, ik kan nu gewoon lekker door blijven schieten. En dat is al heel chill. Maar nu moet ik dus mijn super inzetten. Ik zal even kijken. Nee, oké, dat was totaal mis. Even hier uitkijken weer. Hierna heb ik misschien mijn super. Ja, ik heb nu weer mijn super. Dus die moet ik weer inzetten. Nou, daar is wel iemand dood. Ja, dit gaat een eitje worden. Oké, nice. L5. Ja, onze tegenstanders zijn ook niet echt goed. De medespelers natuurlijk ook niet echt. Maar ja, dat kan je verwachten op dit niveau. Maar het is in ieder geval wel... Oh, ik moet trouwens mijn super inzetten. Was ik bijna vergeten. Top. Dankjewel. Daar is nu een B. Ik zal even uitkijken. Ja, daar liggen dus allemaal mijnen. Maar mijn teammates die zorgen ervoor dat ze weggaan, die mijnen. Yo, ze lopen er zo kat overheen. Oké, nu moet ik trouwens uitkijken. Ik moet nu even mijn super inzetten. Ben nu wel dood, maar ik had hem nog wel gekild. Maar het staat nog gewoon 22-20. Het staat nu gewoon gelijk. Dus we moeten toch echt even goed gaan spelen. Ja, hier zo damage. En dan kan ik nu mijn super inzetten. Ja, top. En dan gaan we nu hier in attack. Ja, ik moet zorgen dat ik gewoon niet dood ga. Dat is het belangrijkste. Want mijn teammates die rennen er de hele tijd op af. En die gaan vanzelf dood. En die maken ook wel kills. Maar als je daarna gewoon meteen weer dood gaat, dan heb je daar niet zo heel veel aan. Oh, ik heb mijn super weer, dus die moet ik weer inzetten. Zal ik weer even inzetten. Top. En dan hier weer. Oh, ik heb mijn super nu alweer. Daar wacht ik wel even mee. Ik ga eerst even zorgen dat ik wat HP erbij krijg. Zet ik zo meteen mijn super in. En aangezien ik nu best wel wat sterren heb, moet ik nu wel even levend blijven. Daar komen ze alweer aan. Ja, oké. Oh, ik dacht dat hij door zou lopen. Oké, dat deed hij dus niet. Is een beetje zonde van mijn super. Maar het komt uiteindelijk helemaal goed. Ja, top. Hier even helpen. Ja, en dan hebben we daar weer een kill. En dan gaat dit uiteindelijk makkelijk lukken. Oké, ik heb mijn super weer. Dan kunnen we nog een kill maken. En dan heb ik nu maximaal aantal sterren wat je kan krijgen. En update, easy victory. Dat is uiteindelijk één keertje dood gegaan, maar hij maakt er niet heel veel uit. Maar ja, ik heb natuurlijk ook wel een behoorlijke voordeel, omdat ik gewoon maximaal level ben. Maar maakt mij niet uit. We hebben het gehad. En dat betekent dat we nu 5 items mogen kopen van de Brawl Pass. Ik doe het wel gewoon op volgorde. Dus we doen gewoon eerst deze Brock, dan die megadoos, die coins, knokdoos en een grote doos. Maar die Brock skin is al wel heel ziek. Dat is echt een hele lijpe skin. Dus daar ben ik al blij mee. Dus dat is al één ziek ding. Dan gaan we nu de megadoos openen. Krijgen we 6 gesteren items? Oh nee, trouwens geen 6. We moeten 1 gesteren items krijgen. Want ik heb alles al maximaal level op mijn tweede account. Nou, niet alles maximaal level. Maar ik heb wel overal het maximaal aantal van. Dus als ik iets krijg in de doos, is het sowieso een gadget, sterkkracht of een nieuwe knokken search. Maar helaas niks gekregen. Maar nog niks aan de hand. Want we gaan natuurlijk nog meer potjes doen. Maar ik kan, als ik wil, alle knokkers upgraden naar maximaal level. We kunnen Jean trouwens wel even upgraden. Want ik heb nog best wel wat coins. Dan upgraden we Jean ook. Die gadget heb ik ook nieuw. Verder kan ik Bo, Dynamite of Tick upgraden. Ik doe Bo, want Bo is ook wel heel ziek. Dan heb ik die nu ook naar maximaal level. Dan zijn mijn coins nu op. Maar zeg maar, dat is het probleem. Ik heb niet genoeg coins. Maar die krijg ik natuurlijk ook door de Brawl Pass vrij te spelen. Maar we gaan nu gewoon weer lekker een nieuwe game mode doen. Met een nieuwe knokker. Met een nieuwe challenge. En hopelijk krijgen we nog meer dingen. Het wordt weer edelstenen graai. Helemaal prima. Nou, welke knokker gaat het worden? Beter een beetje een chillen. Zodat je, het wordt een legendarische. Spike, ook chill. Helemaal prima, daar ben ik blij mee. Dan nu nog even een goede challenge. Dat is het enige wat ik wil, een goede challenge. Come on, no attacking turrets. Oké, dat is prima. Maar stel je komt tegen een Jessie en een Penny in edelstenen graai, dan ben je wel echt genaaid. Maar zolang dat niet het geval is, dan kan het eigenlijk nog best wel. Als je niet, gewoon geen Penny of Jessie tegenkomt, dan ben ik helemaal blij. Waar heb ik Spike staan? Spike heb ik hier zo staan, nog niet eens zo heel hoog. Maar dan doen we dit potje nog. En ik weet het goed gemaakt, dit wordt het laatste potje. Dus als we dit potje winnen, mag ik nog 5 items openen. En dan, en als ik verlies, dan heb ik gewoon pech gehad. Maar dit is wel heel chill. We moeten tegen Bull, Shelly en Carl. Dus eigenlijk mag ik gewoon spelen. We hoeven helemaal niet op te letten, want die turrets... Ja, niemand van hun heeft een turret. Dus dat is echt heel relaxed. Maar we kunnen hier gewoon dus nu echt gewoon lekker goed spelen. En dat moet wel goed komen. Op dit niveau, zonder een echte challenge... Moet ik gewoon winnen. Piper, als je mij nou even die edelstenen laat pakken. Ik ben altijd bang dat zo'n teammate dan die edel... Of nee, ja, dat hij die edelstenen dan volgens mij kwijtmaakt. Maar volgens mij is die Piper nog wel redelijk. Hij is niet slecht. En die Shelly van hun team, die zit er niet eens achter. Dat is ook wel heel relaxed. Ik zal even hier doorheen. Boom. Yes. Nou, dan waren ze allemaal weer.
Dat is echt niet normaal. Kijk, dat bedoel ik dus. Die Piper is nu net gewoon doodgegaan door een trein. En daarom heb ik altijd liever zelf die edelstenen. Ik kan hier even mijn super neerzetten. Lol, die Shelly die doet niks. Die Shelly doet gewoon niks. Wat? Oké, nou, die Carol gaat nu ook dood. Ja, onze tegenstanders die pakken er al helemaal niks van. Ik had net iets over die Piper, maar onze tegenstanders zijn nog 100 keer zo slecht. Kunnen we hier even die Carol killen? Ja, top. Kunnen we hier nog een keer een super neerzetten? 2 supers op elkaar. Dat is wel echt heel ziek. Oké, maar ja, die hebben we ook. Huppatee. Kan hier weer even mijn super neergooien. Voor het geval dat ze zo meteen komen. Ik zal wel even iets naar achteren gaan, want ik heb geen zin dat ik toevallig dood ga. Maar ik heb hem ondertussen ook alweer gekild. Ja, dit is echt gewoon te makkelijk. Oké, nou dat betekent dat we nog 5 items mogen openen tot slot. Dat worden de laatste items. En dan hoop ik dat we in ieder geval nog kunnen afsluiten met 1 resterende item. Dat zou wel leuk zijn. Dat we gewoon nog even 1 ding krijgen. 1 sterrenkracht, 1 nieuwe knokker. Ja, als het een nieuwe knokker is, is het sowieso search. Maar dat zou ook niet verkeerd zijn. We openen die grote doos coins, grote doos knokdoos en die coins nog. Ah, weet je wat, die 9 mag ik dan ook openen. Omdat we 2 keer coins hebben, dat is wat minder interessant. Dus dan open ik deze 4 items die jullie nu in het scherm zien. Die ga ik openen. Met de hoop dat we dus nog iets krijgen. Zou chill zijn. Come on! Nee, weer niet. Nog knokdoos, maar daar ga ik niet van uit. Het zou natuurlijk wel kunnen, hè, maar die kans is zo klein. Mijn laatste doosje van deze video. Nee, helaas. Ja, die laatste paar items die laat ik dan nog even. Dat is dan voor een video binnenkort. Maar in ieder geval nice dat ik de Brawl Pass heb op mijn 2e account. Dan kan ik misschien de komende tijd wat leukere andere challenges ook meedoen. Maar dat was dit voor deze video. Dank jullie voor het kijken. Vergeet natuurlijk niet dat duimpje omhoog achter te laten als je dat nog niet hebt gedaan. Dan heb ik tot slot nog mijn mening te zeggen. En dat is natuurlijk, ik zie jullie later, baas. Als je dit nou een leuke video vond, druk dan even op de video die hier tevoorschijn komt. Het is een soort gelijke video. Dus waarschijnlijk vind je die ook wel leuk. En mocht je nog niet zijn geabonneerd, druk dan even hier. Dat is een abonneerknopje. Dan kan je abonneren en dan blijf je op de hoogte van al mijn video's. En word je natuurlijk lid van de Bowser Army. Let's go!